Hoe komt het dat de Tweede Kamer vooral bestaat uit mensen met een slagroomspuit? Ja, zeg het maar. Ik weet het niet. Op dit moment heeft maar liefst 69% van de Kamerleden een piemel en slechts 31% de vagina. Dat verschil is best wel groot. Gaan we daar na deze verkiezingen verandering in brengen? Goedendag. De verkiezingen zijn natuurlijk volop bezig. Ja. Weet u al op een kandidaat met wat voor geslachtsdeel u gaat stemmen? Nou, ik ben er nog niet met mezelf nog niet over eens. Ik denk die van een vrouw. Op een man. Een vrouw sowieso. Heeft u 4 jaar geleden ook op een kandidaat met een slurfje gestemd? Durf ik zo niet meer te zeggen. Nee. Ja, ook. Nou, dat weet ik nog niet goed eigenlijk. Want op dit moment heeft 69% van de Kamerleden heeft een plasser. En slechts ja. 31% heeft een spleetje. Ja, dat is veel te weinig. Ja, dat klopt. Hoe komt dat? Waarom stemmen de meeste Nederlanders toch uiteindelijk altijd op een kandidaat met een tampeloeres? Ik denk omdat veel de lijsttrekkers mannen zijn en heel veel mensen stemmen gewoon volgens mij op nummertje 1. Heeft u het idee dat politici met een leliebloem ook anders worden benaderd dan politici met een winterpeen? Daar heb ik niet zo over nagedacht, maar ik zou zeggen van, nou als ik naar mezelf kijk dan zeg ik nee. Bent u in de Nederlandse politiek al die types met die pielenmuizen een beetje zat? De pielenmuizen. Nou ja, er zijn er natuurlijk wel die een ego hebben waar je u tegen zegt. Hoe komt het dat wij in Nederland tot nog toe altijd een premier hebben gehad met een vredespijp? Ja, dat weet ik niet, omdat mensen daarop stemmen. Wordt het niet eens tijd ook voor een premier ja, natuurlijk, met een pony? Dat had al lang zo moeten zijn. Ja. Ja. Hoe komt ja. het dan dat we tot nog toe geen premier met een flamoes gehad hebben? Nou, ik denk omdat er weinig vrouwen op die lijsttrekkerspositie stonden. Of in elk geval op de nummer 1. En in elk geval niet van een partij die ooit heeft gewonnen tot nu toe. Want in Duitsland bijvoorbeeld hebben ze al heel lang een bondskanselier met een mossel. Ja. Wat doen zij dan beter dan wij doen? Geen idee. Nee. Bijvoorbeeld ook in Nieuw-Zeeland hebben ze een premier met een snee. Klopt. Dus het kan wel. En die doet het voor mij ook hartstikke goed. Ik vind dat Rutte het ook wel goed doet en die heeft ook een slurfje. Ja, maar Sigrid Kaag heeft dan weer een foefje. Ja, dat klopt. Maar ja. Dan moet ik naar Sigrid Kaag en ja, nou, weet ja. ik niet eigenlijk. Ik heb daar geen mening over. Nee. Nee, uiteindelijk wat ik zeg, iemand wordt beoordeeld op zijn kwaliteiten en niet per se op zijn foefje of pipiloentje. Dus jij bent er nog niet over uit of je gaat stemmen op een kandidaat met een torentje of een kandidaat met een kiesdrempeltje? Nee, nee. Nog niet. Dus uw advies zou zijn, stem op een kandidaat met een... Flamoes. Top. Succes nog. Dankjewel. En de ballen. Yo. Fijne dag. Dank je. Jesse Klaver is een engerik. Mee eens, mee oneens of gedeeltelijk mee eens? Nou, gedeeltelijk mee eens. De vraag daarop volgend, ze moeten Jesse Klaver terugsturen naar zijn eigen land. Mee eens, mee oneens of gedeeltelijk mee eens? Gedeeltelijk mee eens. En welk land zou dat zijn, wat u betreft? Ja. Buitenland, maakt niet uit. Het buitenland.